In deze analyse gaan we het hebben over National Retail Properties met de ticker NNN. Dit is de tweede vastgoedfonds dat ik zelf heb gekocht naast Realty Income. Ik heb deze al gekocht ongeveer 2, 3 maanden geleden. Toen er een dipje was en toen een positieve trend begon te ontstaan. Maar nu dalen de koersen weer. En in een andere video heb ik ook uitgelegd. Ik denk dat dit een echt een mooie grote kans is voor lange termijn beleggers met enig geduld. Want als het tegen zit, dan hebben we in ieder geval nog een dividend. Tussen de 5 tot 7 procent. Als de koers daalt, stijgt het rendement. En ik denk niet dat vastgoedfondsen met een lage groeiprojectie. Dat die opeens desastreus slechter gaan pre 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 presteren op de langere termijn. Realty income en NNN, net, uh, National uh, retail Properties is denk ik ook een van de kanshebbers voor aantrekkelijk rendement. Misschien als het mee zit tussen de 10 en 15% rendement per jaar. Maar wel voor de middellange termijn. Dus, dus de, ja, tot en met 2027, 20, de komende drie jaar. En als we geluk hebben, dan stijgt de waardering. Uh, of de koersprijs boven de waardering uit. Dan hebben we nog een iets hoger rendement. En ik denk dat het risico relatief laag is, dus een gelimiteerd neerwaarts potentieel. Echter, let op, dit is natuurlijk geen. Persoonlijk advies. Ik heb geen idee wat voor portfolio jij hebt. Ik heb geen uh, idee wat voor financiële plannen jij hebt. Wat je doelstellingen zijn. Waar je kaas van gegeten hebt. Uh, ik heb niet van heel veel dingen verstand. Maar ik doe het gewoon. Alleen voor jou is het heel erg belangrijk. Dat, u, dat je je risico's minimaliseert. En dat doe je door te beleggen in dingen die je 100% begrijpt. En als je dat niet doet. Kan je nog steeds een gokje wagen. Alleen dan met kleine percentages aan inleg. Nou laten we gaan kijken naar de analyse over NNN. Allereerst even snel mijn positie in National Retail Properties. Je ziet het hier. Ik heb gekocht tegen een prijs van rond de 37,8. Kleine winst van 5%. Hij staat nog ietsje hoger dan toen ik hem kocht. Ik zal je straks in de video laten zien wanneer ik hem kocht. Dat is echt volgens mij drie maanden geleden. En nu begint de koers weer te dalen. Dus ik heb nog steeds een kleine plus. Maar als de koers begint te dalen, wordt de waardering aantrekkelijker, zeker voor de lange termijn. Uh, grappig om te weten, ik maak uh, deze video in een reeks met een andere video. En toen stond ik nog op uh, min 1500. Uh, uh, dat was letterlijk voordat de beurs geopend was, 10 minuten geleden. En je ziet nu min 2200. Dus uh, geen goede dag voor de beurs. Uh, je ziet trouwens ook mijn positie. Available to trade is opeens veel meer. Ja, ik heb een aantal posities verkocht om even de zwakkere eruit te halen. Nu potentieel toch de koers uh, kan gaan dalen van de algehele beurs. En nu heb ik lekker veel cash beschikbaar voor als de koers nog iets verder gaat dalen. En dan kan ik hoge kwaliteit bedrijven bijkopen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld uh, Salesforce. Heel interessant. Maar we gaan het zien tot hoever het gaat komen. Nu National uh, Retail Properties NNN. En, en, en. Heeft op dit moment een prijs van uh, 40. En de Fair Value Estimate vanuit Morningstar is 50. Dus dat impliceert een, um, een mooie 20% uh, opwaartspotentieel op basis van. Um, oh, hij gaat. Uh, een beetje erg op basis van uh, intrinsieke waarden. En meer interessant is natuurlijk om de langere termijn te kijken. Nou, ik had al gezegd bij Retail Income, dus bekijk zeker ook die analyse, want die is heel uitgebreid en leg ik je precies uit hoe deze grafieken ook werken voor uh, vastgoedfondsen. En hier gaan we dus wat sneller doorheen. Um, We zien hier eigenlijk een prijs toe uh, van afval van 7,8. 8,3, dat is het laagste ooit. Sindsdien is hij eigenlijk nooit meer zo laag geweest. En dan de coronacrisis was hij tot 10 gedaald. En nu op dit moment uh, uh, staat hij zeg maar op 12. Dus het kan zijn dat hij zo meteen straks weer gaat dalen tot 10,8, rond de 10. En dat zou een nog beter instapmoment kunnen zijn voor de langere termijn. Kijken we naar de forecasting. Dan zien we dat de geprognodiseerde uh, groei in uh, Adjusted Operating Funds uh, is uh, rond de ja, 3% gemiddeld, op basis van menige uh, schattingen van analisten. En de huidige uh, prijs voor afval is dus 12,4. Nou, dit impliceert ongeveer fair value van 13,6, betekent dat het jaarlijkse rendement potentieel 12% is, inclusief dividend. Echter denk ik dat het hoger zal zijn. Waarom? NNN is een vrij hoge kwaliteit vastgoedfonds. En de normal multiple ligt ook la uh, hoger, namelijk uh, 16,7 5-jarig gemiddelde, maar ook 20 jaar gemiddelde is 15,8. 9,8. En alleen het laatste jaar niet. Dus laten we zeggen dat 20 jaar gemiddelde pakken, 15,8. Dan betekent dat potentieel rendement kan zijn, 18%, inclusief dividend. Dus als het een beetje mee zit, hebben we boven 15% rendement in 1, 2, 2,5 jaar tijd. Het is wel natuurlijk een, een theoretisch model. En het mooie is dat wanneer eigenlijk vertrouwen gaat terugkomen in vastgoedfondsen en dat, dat zal terugkomen als vastgoedfondsen gewoon stabiel blijven eh, presteren, dat is natuurlijk de noodzakelijke voorwaarde, dan kan de koers wel eens weer boven de intrinsieke waarde uitstijgen en dat betekent eigenlijk nog hoger rendement. Maar ja, dat is uh, uh, wishful thinking. Laten we in worst case in ieder geval vanuitgaan uitgaan dat we uh, een paar slechte jaren hebben, dan kunnen we in ieder geval het dividend herinvesteren en als dat dan mee zit, dan pakken we een mooie plus op een gegeven moment. Maar alles komt met geduld. De valuation grade van NNN is een relatief goed vergeleken sector median. Ja, je ziet hier een aantal uh, factoren, maar we moeten eigenlijk even kijken naar de prijs to afvo, uh, Die is 12,28. Terwijl sector median is 13. Dus hij is ietsje goedkoper dan um, sector median. En de prijs to FFO ja, die is net ietsje hoger dan sector median. Nou, de total debt to capital is ook eigenlijk niet erg um, speciaal. Je ziet wel dat de dividend ligt toch wat hoger, namelijk 5,6% en de schatting voor volgend jaar is een dividend van bijna 6% per jaar. Kijken we naar een stukje groei, dan vind ik wel interessant dat de afvorengroei ligt toch ietsje hoger dan um, sector median, namelijk 4% versus 2,24%. Dat is toch een wezenlijk groot verschil, hè? Kijk, 78% verschil. Dus in percentage is het echt wel een groot kwaliteitsverschil. Tussen uh, andere fondsen. Je ziet ook de dividendgroei is relatief oké, okay, uh, rond de 3%. En tot slot zien we hier nog de FFO-groei en de ROE-groei. En wat ik eigenlijk wel interessant vind, is dat op basis van winstgevendheid en vrij hoog scoort. Dat is ook weer een stukje teken van hoge kwaliteit met een gediversifieerd vastgoedportfolio en dat soort zaken. En. Um, hier zien we eigenlijk, en dat wilde ik eigenlijk zien: de netto inkomenmargin is relatief hoog. Uh, maar ik wilde eigenlijk laten zien dat de return equity op dit moment relatief hoog is. 9% is niet super hoog, maar wel vergeleken met sector median. Dus op verschillende factoren scoort eigenlijk dit, uh, uh, dit aandeel, dit vastgoedfonds, relatief veel sterker dan andere vastgoedfondsen. Dus dat is een teken zeg maar, dat ze een betere positie hebben. Anders kan je niet aantoonbaar hogere resultaten realiseren in termen van winstgevendheid. Tot slot even een stukje dividend. De payout-ratio is 70%. Dat is net acceptabel, zou ik zeggen. Met dividend-yield, ja, die dus uh, verwacht wordt voor volgend jaar 5,6%. En het jaar daarop, dat is uh, 2026, is het rond de 6%. Zou heel erg interessant kunnen zijn. Meer interessant is natuurlijk dat dividend-consistentie is erg hoog. Laten we daar eens inzoomen op dividend-history. Dan zie je dat National uh, Retail Properties heeft. Al 33 jaar op rij dividend verhoogd en dividend. Uh, eh, dividend verhoogd en dividend uitbetaald. Ik moest eigenlijk andersom zeggen. Dividend uitbetaald en dividend verhoogd. Dus dat is natuurlijk wel interessant om te zien. Ook dit fonds heeft het in staat of uh, mogelijk gekregen om tijdens financiële crisis en dergelijke gewoon uh, zelfs de dividendstukje te verhogen en gewoon te blijven uitkeren. Dus dat is gewoon erg goed, een teken van kwaliteit. Op de korte termijn, 6Rank geeft eigenlijk geen gedetailleerde analyse en die geeft aan een hold. Niet heel spannend en op zeer korte termijn technische analyse kunnen we misschien uh, nog ietsje van winst behalen. We zullen het zien. Ik heb ergens hier gekocht rond deze periode, uh, net hier op dat dipje. En wat interessant zou zijn, is: kijk, nu zie je eigenlijk dat uh, de prijs, die. Ik zal het eigenlijk even omzetten in candles. Je ziet nu een candlestick-formatie form van drie negatieve uh, rode candles. Meestal is dat een slecht nieuws. Uh, maar ik kijk namelijk vooral op de intrinsieke waarde en de langetermijnpotentie. En ik ga niet verkopen op basis van deze negatieve trend. De enige reden is eigenlijk dat ik hoop dat het... Uh, uh, en ik zeg hoop, want ik weet niet of hij het gaan halen. Want ik zou eigenlijk bijkopen tegen dit niveau. Maar misschien als we geluk hebben... Dan zal de koers kunnen dalen tot dit uh, steunniveau hier op korte termijn van rond de prijs van 35. En waarom? Heel erg simpel. Stel nou hij haalt die prijs van 35. Dan is er, enerzijds is de waardering nog lager. Dus hebben we eigenlijk meer margin of safety uh, uh, en potentieel hoger rendement. Zeker als de winst in de toekomst ietsje hoger is dan verwacht. En een ander punt is, kijk als die daalt tot dat niveau, dan spreken we dus over eenzelfde waardering of eenzelfde koersprijs voor een fonds tot en met 2013 zelfs. Dus je betaalt dan dezelfde prijs qua aandelen uh, die op dit moment uitstaan uh, tot en met 2013. Terwijl, ik kan je verzekeren, dit fonds is aanzienlijk groter en stabieler ten opzichte van 2013. Er is natuurlijk wel wat meer groeipotentie eruit. Dus dat is natuurlijk een nadeel bij dit soort zaken. Alleen de, we hebben gezien. In de grafiek in het begin van deze analyse dat groeiverwachtingen van dit bedrijf zijn rond de 3% dat is niet extreem hoog, dat is een beetje gemiddeld. En waarom zou dit vastgoedfonds op lange termijn niet 3% gemiddeld rendement uh, kunnen behalen op hun eigen uh, vastgoedportfolio in termen van groei? We gaan het zien. Ik denk dat NNN interessant genoeg is uh, in ieder geval voor mijn eigen portfolio om te kopen. Ja, op korte termijn, het ziet er naar nou uit dat het toch een stukje weer gaat dalen. En um, eigenlijk heel mooi zou zijn voor als je nog niet bent ingestapt uh, En je wilt eventueel een positie overwegen in dit vastgoedfonds. Dat je wacht tot de, tot de prijs gedaald is tot en met 35. En als hij dan weer licht begint te stijgen. En er, komen positieve, uh, uh, er komt weer een positieve trend. Dan zou het interessant kunnen zijn voor lange termijn.